Hier neem ik jullie mee naar de Solo in Hilversum. Ik heb hier nog nooit eerder gefilmd, maar het leek me wel leuk om een keer te laten zien wat ze hier allemaal in het assortiment hebben. Het is echt een hele leuke winkel. Als eerste zag ik hier dat hele Nederland hoekje met allerlei oranje en rood-wit-blauwe accessoires. Leuk voor Koningsdag, voor als Max Verstappen rijdt, als Nederland voetbalt, noem het maar op. Komt altijd wel van pas. Dan hadden ze hier leuke zomerhoedjes. In een lichte kleur, ook in het zwart. Er zit zo'n stoffen lint omheen. En hier had je hem ook in het roze. Deze hoedjes zijn €4,95. Zijn dit van die hele handige clips voor je handdoek op zo'n strandbedje vast te klippen, zodat hij niet wegwaait als het een beetje winderig is? Deze zijn €4,95. En aan het einde van het schooljaar is het alweer bijna tijd om te horen wie er geslaagd is en wie niet. En als je kind geslaagd is, is het natuurlijk superleuk om hier iets te kopen. En hier heb je van die leuke geslaagd hoedjes. Met zo'n kwastje eraan. Deze zijn €5,50. En hier hebben ze ook een sjerp met geslaagd erop. Nou, dat ziet er natuurlijk superleuk uit bij elkaar. €2,79. Ook willen de basisschoolkinderen de juffen en meesters aan het einde van het schooljaar bedanken. Dat kan met een leuke mok voor €6,50. Of hier van die kleine tasjes om kleine accessoires in te doen. Of pennetjes voor de leukste meester of de liefste juf. Die zijn €1,59. En anders is er ook nog een optie met leuke sokken voor de liefste juf. Of voor de beste meester ever. Leukste meester ever mag ook. €3,49. Hier zag ik zo'n to-go parfumspraytje om mee te nemen op vakantie als je maar weinig mee mag nemen. Deze zijn €3,79. Ook verkopen ze superveel spelletjes hier bij deze winkel. Mijn oog viel eigenlijk op dit mooie schaakbord van glas. Met matglas en helder glas. En deze is €10,95. Heel leuk ook om cadeau te geven. En ze hebben hem ook nog in een grotere variant. En deze grotere die komt op €14,95. Dan hebben ze ook heel veel leuke drankspelletjes. Het is leuk als je iemand een cadeautje wil geven. Gek is op drank. En met zijn vrienden altijd leuke spelletjes doet. Een boterkaas en eieren spel voor €5,95 met shotglaasjes. Hier heb je een mens erger je niet. Ook in een drankspelletje en hier zelfs een schaakspel met shotglaasjes. Die is €15,95. Zag ik deze hele leuke spaarpotten, eigenlijk spaarflessen. Dit is een beetje neutraler voor iedereen. Hier heb je er eentje voor iemand die 18 is geworden. Hier met een leuke tekst erop. En deze voor een dame die 50 is geworden en dus Sarah. Al deze flessen zijn €9,95. Dan kan je hier ook zeker terecht voor superleuke versieringen voor verjaardagen. En hier heb je allerlei verschillende leeftijden. Ook leuke sjerps weer erbij, ballonnen, vlaggetjes. Je kan het zo gek niet bedenken of ze hebben het hier. Hier heb je allerlei regenboogkleur vlaggetjes met alle leeftijden erop. Zien er ook erg leuk uit. Hier allemaal van die kaarsjes voor op de taarten. Dan kan je zelf de leeftijd maken. Hieronder nog van die rood-witte kaarsjes. Deze zijn €0,99 per stuk. En hierboven hebben ze ook nog van die Happy Birthday kaarsjes. Hier in het zilver en hier in het goud. Ook erg leuk voor op de verjaardagstaart. Deze gouden zijn €3,29. Heb je een dochter die 16 wordt, dan kun je hier ook zeker slagen voor leuke Sweet 16 party accessoires. En hier heb je allerlei van die Hawaii-kettingen in alle verschillende kleuren. Ook altijd leuk. Ze zijn er in heel veel verschillende prijsklassen, zag ik. Hier hangen ze voor €0,99. Hier verderop voor €2,19.
en in de hoek de oranje van 3,49. Er zal wel verschil in kwaliteit zitten, denk ik. Dan hebben ze hele leuke, vrolijke neonkleurtje vlaggetjes. Meer voor de kinderleeftijden. Zien er ook erg gezellig uit. En ze hebben ook... Oh, deze zijn 3,89. En ze hebben ook van die leuke prikkertjes, van die cocktailprikkertjes. Ook in die neonkleuren. Heb je een baby shower? Tegenwoordig wordt dat heel veel gedaan. Kun je hier ook terecht voor superleuke accessoires om alles leuk te versieren. Uiteraard zowel voor een jongen als voor een meisje. Dus je kan alle kanten op. Daar ook nog letters met baby shower. Ze hebben echt van alles en nog wat. Leuke bordjes, vlaggetjes, babyflesjes. En dan gaan we weer verder naar de verjaardagen. Hier hebben ze alle leeftijden. Allerlei verschillende buttons en hier zelfs vlaggen met een leeftijd erop. €4,95 zijn die vlaggen. Ook allemaal leuke hoedjes voor als er iemand jarig is met een leeftijd erop. Die hoedjes zijn 79 cent per stuk. En hierboven hebben ze van die soort glitterstropdassen met een leeftijd erop. Die zien er ook erg leuk uit. Die zijn €2,19 per stuk. Dan heb je hier nog van die rolfluitjes. Ook altijd gezellig met de leeftijd erop voor €1,19. En van dat afzetlint. Ook erg leuk om mee te versieren. Die zijn €1,69. En hier heb je dan nog haarbanden met van die wiebol dingetjes met de leeftijd erop. Kijk, dat ziet er ook wel heel grappig uit. En heel veel glitters. Kijk, dat kan je hier beter zien. Deze haarbanden die zijn €1,69. En natuurlijk, zoals voor versieringen voor Abraham en Sarah, die kunnen ook niet ontbreken. Daar kan je hier ook alle kanten mee op. Om alles leuk aan te kleden hebben ze hier genoeg keus. Dan gaan we verder met allerlei van die zakjes voor knutselspullen, voor kaartjes, voor wat dan ook. Daar hebben ze hier ook alle soorten en maten van. Deze kleine zakjes €1,69. Hier heb je van die druk- en sluitzakjes, ook handig voor kleine kraaltjes en dat soort dingen. €1,19. En hier heb je van die opbergbakjes voor kleine hobbyspullen. Een hobbyopbergdoos. Deze is €6,95. En ik kwam hier verderop nog deze grote opbergdoos tegen met een handvat. Ook wel heel handig voor allerlei kleine spullen. Je kunt er ook gereedschap in bewaren. Dus hij is ook voor mannen te gebruiken eventueel. En deze doos is €5,95. Dan gaan we verder met allerlei lintjes. Ze hebben echt zoveel keus hier. Alle kleuren kan je hier vinden. Passend bij je werkje. Hier leuke regenboogkleurtjes. €1,19, €1,69, 99 cent. Dus het is in allerlei verschillende prijsklassen. Het is net wat je zoekt en wat voor kleur je nodig hebt. Dan hebben ze hier mooie ritsen. Zwarte met goudkleurige rits erin. Vind ik ook heel leuk om bijvoorbeeld zelf een toilettasje of iets te maken. Die zijn €1,79 en ze hebben ook gewoon even zwarte of witte. Die zijn €1,19. Garen knoopjes. Hier van die pompons hangen hier allemaal in verschillende kleurtjes. Dan heb je hier van die zakjes met houten balletjes en houten ringen. Daar ook heel leuk mee knutselen. Van die stoffen labeltjes om erop te zetten dat je het zelf gemaakt hebt, handmade. En die zakjes met houten dingen zijn €2,39. Dan hebben ze ook heel veel verschillende soorten kralen in alle soorten en maten. Hele rekken vol. Wat ik altijd zelf erg leuk vind, dat zijn deze letterkralen. Om echt een persoonlijk armbandje voor iemand te maken met een naam. En deze zijn €1,19. En hier heb je ze dan ook nog in van die vierkante letterblokjes. Die zijn ook erg leuk. In zowel wit als in zwart. Die zijn €1,79. Verder kan je hier voor dieren van alles en nog wat vinden. Hier zag ik hele grappige poepzakjes hangen. Die zijn €5,95. Allemaal speeltjes voor de honden en de katten.
Ze hebben echt superveel verschillende dingetjes. Hier allemaal balletjes, grotere, kleinere. Daar nog speelgoed. En hier bovenin zag ik zo'n reistas hangen voor je dier. Die zijn €18,95. Wel ideaal om even je hond in mee te nemen als je niet zo'n grote, zware hond hebt. Dan doe je hem zo op je rug. Mag ik dit schattige potje, een wenspotje met allemaal kleine briefjes in verschillende kleurtjes. Vond ik zo schattig. Deze is €3,19. En wat ik ook nog tegenkwam waren deze geboortestenen in van die kleine flesjes. Iedere maand heeft zijn eigen steen. En ik ben van september, dus dat is de saffier. Een blauwe steen, dat is nou net niet mijn favoriete kleur. Maar het ziet er wel heel gezellig uit. Gewoon als klein cadeautje erbij voor €2,09. Ik ben inmiddels weer thuis en het enige dat ik gekocht heb bij de Solo is deze set. Met het hoedje en de sjerp voor mijn dochter. Want we weten het nog niet officieel, maar het kan bijna niet anders dan dat ze geslaagd is. De sjerp was €2,79 en het hoedje was €5,50. Dus het is een mooie set voor €8,29. En hier gaat ze vast een hele leuke foto mee maken voor haar Instagram. Zodat op het moment dat ze hoort dat ze geslaagd is, dat ze die foto gelijk kan plaatsen. Ik had haar al even een appje gestuurd en ze vindt het een ontzettend leuk setje. En ik vind de prijs ook gewoon heel leuk, want ja, verder gebruik je dit waarschijnlijk niet meer. Maar het is natuurlijk leuk om te bewaren voor als een ander weer geslaagd is, dan kan je het gewoon doorgeven. En zo heeft iedereen er plezier van. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Voor het eerst dat ik bij Solo heb gefilmd. Nou, ze hebben zo ontzettend veel dat je eigenlijk gewoon niet weet wat je moet filmen. Maar ik hoop dat jullie toch een beetje een overzicht hebben van wat ze in die winkel verkopen. Uiteraard wil ik jullie bedanken voor het kijken. Laat nog een leuke reactie achter en ik zie jullie graag weer bij mijn volgende video. Bye bye!